Dit is een zwakke paas en daarvan kan Ajax natuurlijk profiteren. Bijleveld, breed. Dit is de openingsmogelijke goal, wil ik zeggen. Maar gaat er niet in. Danilo. Bak. Bijleveld, 16 meter gebied in. Terugleggen, dat is goed gevoetbald. Daar is de goal voor jong Ajax. Danilo. 27e minuut komt het elftal. Het piep jonge elftal van Marco Reiziger op 0-1. Ik kan me niet voorstellen dat er ooit een jonger elftal is geweest in het betaald voetbal. Maar dit jonge Ajax, dat slechts twee spelers van 20 en de rest jonger. En je ploeg van Reiziger, dat was een heel puzzelstuk om dit elftal bij elkaar te krijgen. Komt wel een voorsprong in het AFAS-stadion. Goede bal van Kaandorp Reinders. Nou, Druijf gaat hem binnen tikken als die voorzet goed is. Maar dat is hij niet, zegt van Reinders. Dan kan het alsnog als Druijf hem nu voor zijn voeten krijgt. Die kleine ruimte, Druijf laat dan zijn been hakken en weer een penalty. Maar daar tuint Teuben niet in. Wat een slechte bal van Reinders. Op dan. Reinders kan het goed maken. Reinders, dat doet hij niet. Tweede gevaarlijke moment van AZ. Paasje van de Opdam. Reinders neemt hem heel behoorlijk aan. Tegenstander het bos in, maar dan moet hij het met het hoofd doen. En kan Van Bladeren zich nog strekken. Dit was een enorme kans. Kijk hoe vrij Druijf daar staat. Komt AZ er nu uit met Jacobs. Kaandorp overgeslagen. Gravenberg op tijd terug. En nu ruimte voor Ajax om eruit te komen. Dat is een goede bal van Bakker. Danilo is alleen, maar dat kan voldoende zijn. Danilo, dat is ook, nee, het is niet voldoende, want hij raakt de paal. Maar wat een goede actie van de Braziliaan. Ja, die wist gelijk wat hij wilde. Het duel opzoeken met zijn tegenstander. Pech voor Danilo Pereira. De invaller op pad, Korenjuk. Korenjuk, dat is een goede voorzet. Op bijna was het 1-1. Dan was AZ eindelijk weer een keer gevaarlijk. 10 minuten voor tijd is het Druijf die het eindstation is van deze goede aanval van jong AZ. Klassieke sprint van de spits richting de eerste paal, maar krijgt hem net niet binnen. Dat scheelt bijzonder weinig. Gravenberg op Dam, ja, die gaat het einde dan toch niet halen. Het zit opgesloten in zijn spel. Het is zo druistig allemaal. De jonge rechtsback naar de kant met twee keer geel. Voorzet van Dekker. Botman weer de lucht in. Tetani eerder bij de bal. Die is snel. Keeper twijfelt. Tetani kan zijn snelheid nu gebruiken. Die achter ze halen ze niet meer. Wordt het ook nog 2-0? Nee, dat wordt dan voorkomen. Dan zitten die 4 minuten extra tijd er ook op en gaat jong Ajax deze wedstrijd winnen. En storten ze nu allemaal ter aarde, want dat heeft behoorlijk wat kracht gekost.